aan jullie en baie welkom bij jullie eerste Jubel Jeugdles. Ons gaan vandaag les nummer 1 doen, so jy kan vir my in jou boekie oopmaak. Voordat ons verder aangaan, wil ek gaan die volgende vraagjes vir jou vraag. Wie van jullie het al gezien hoe een mens een huis, een winkel of een kantoorcomplex bou? Waar begin die bouwers eerste? Natuurlijk, bij die fondatie. Hoekom denk jullie is dit belangrijk om bij een mens een fondatie te beginnen? Hoekom denk jy is dit belangrijk dat jou lewe een fondatie het? Kom ons kyk gaan naar die volgende Bybeltekstvers. Matteus 7 vers 24 tot 27. Lees saam met my in jou boek. Elkeen dan wat hier die woorde van my hoor en daar volgens handel, kan vergelijk word met een verstandige man wat sy huis op een rots bou. Die stortreen het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen door die huisie gewaai en daarin geruk, en toch het dit nie ingestort nie, want die fundament was op rots. Nou kom ons pause gaga hierso. Waarmee vergelijk Jesus die mense wat na hom luister? Iemand wat na die Here luister, vergelijk hy met iemand wat sy huis op een rots bou. Dit beteken, Christus is sy fundament. Iemand wat nie na die Here luister nie, word vergelijk met iemand wat sy huis op sand bou. Waarmee vergelijk Jesus mense wat nie na hom luister nie? Iemand wat nie Jesus Christus as sy fundament het nie. Die derde vraag in jou boek vra, hoe lyk die lewe van iemand wat sy huis op 'n rots bou? Iemand wat die Here en hulle naaste lief het. Hulle leef die vrug van die Gees uit. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, nederigheid en selfbeheersing. Hulle versorg die gebrokenes en hulle spandeer baie tyd met die Here. Nou kom ons fast forward net gaga. Ons wil hierdie jaar dat ons allemaal moet saamwerk en saambou. Maar daarvoor het ons verskillende bousteene nodig. Nou jy gaan sien in jou boekie, by die fast forward gedeelte, wil ek hê jy met die bakstene wat jy nodig gaan hê om hierdie jaar te bou mee, gaan jy vir my daar neerskryf. Dit kan iets wees soos deursettingsvermoë. Dit kan iets wees soos passie. Dit kan iets wees soos behulpsaamheid. Eject. Hierdie jaar gaan ons saambou in 'n lewe wat real is. Een lewe wat glad nie fake is nie. Ons gaan ontdek wat het beteken om een disipel van Jesus te wees in ons eie wêreld. Kolossense 3 vers 23 tot 24. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. My dear Valentine, you were given this life because you are strong enough to live it. Baie dankie dat julle ingeskakel het vir vandag se les. Ek wil hê julle moet asseblief die app gaan aflaai en gaan kyk na die ekstra inligting wat daar is wat bylas tot vandag se lesie. Geniet die week wat voorlê en dan sien ek julle volgende week.